Het wedstrijd. Het zou prachtig zijn als Kazari deze aanvallen van Stal Krebas kan pareren, maar dat het niet lukt is geen schande. En dan ben ik nieuwsgierig wat de mensen voor Dinan Convital gaan krijgen. Het beste paard eigenlijk van Alkmaar. En dan komen ze aan, de winnaars van de Bergenprijs. Dieland Convital, 7-jarige Vosruin, Titus Bogart, Lillian's Love Bear. Gevolgd door de heer Molhoek in bezit van Spangenhoeven, trainer Bas Krebas, rijder John De Leeuw. En laat hem lekker lopen, want dat is waar hij goed in is. Onze winnaar van Europa's langste race, Dieland Convital, John De Leeuw. Nog 100 meter. 50 meter nog. De start is gevallen, paarden onderweg. En Bronco Boko die gaat er als een komeet naar voren en neemt de leiding met op de tweede plaats erachter Kazari. Maar Kazari wordt aardig driftig en Langeweg Junior die gaat alvast half spoor door de bocht op weg naar de overkant. En Tom Kooijman, zo spreken de heren dat af, die vindt het prima om Bronco een keer vanuit het veld te rijden. Wat een start trouwens op de vierde plaats voor Dinant Convital. Zo dichtbij ligt hij er niet vaak, maar ik vrees voor John De Leeuw dat hij zo dadelijk toch echt het paard moet zijn dat het alleen gaat doen aan die buitenkant. Nee, want er is er nog een van de stal. En dat is er natuurlijk eentje met heel veel loopvermogen. En die gaat dan aan de buitenzijde een serieuze aanval plaatsen. De Leeuw al naar buiten. Wat is toch een fenomeen van een catchdriver. En die heeft het plekje op de rug van zijn stalgenoot. En die stalgenoot gaat Kazari even lekker pijn doen. En zo komen de deelnemers dan op weg naar de rechte lijn. En belooft dit koersje met 7 paarden toch nog wel iets heel interessants te worden. Geen boemelkoersjes. Gewoon het recht van de sterkste. En met nog 2 rondes te gaan is voorlopig de sterkste Kazari. Maar kan er niet gerust op zijn, want Siske de rat op je dak, daar ben je niet blij mee. Daarachter volgt dan aan de binnenzijde Bronco Boko en achter deze paarden aan de buitenzijde Dinant Convital. Achter Dinant Convital is de aansluiting voor Henley en achter Henley aan de buitenzijde John Dekker met zijn Tamburini. En achter Tamburini op een lengte of 5 volgt dan Talismano Plessy. Deelnemers gaan af op de linkerbocht. En het is daar dat Siske de Rat bijna een neusje voorsprong heeft op Kazari. Maar Kazari die weert zich aan de binnenzijde. Kazari, neusje voor, Siske de Rat in het tweede spoor. Daarachter volgt dan in een zetel Dinant Convital. En achter Dinant Convital is dan de binnenzijde Bronco Boko. Bronco Boko wordt gevolgd aan de buitenkant door Tamburini. Die verrassend sterk meegaat in dit geweld. En Tamburini wordt aan de binnenzijde geflankeerd door stalgenoot nummer 1 Henley. Deelnemers gaan langs de rechter met nog een ronde te gaan. En die Kazari is nog niet verlost van aan de buitenzijde Siske de Rat. En mocht hij verlost raken van Siske de Rat, dan zal Dinant Convital wel in de buurt komen. En we gaan op weg naar de overzijde van de baan. Doen dat voor de laatste maal. En daar komt Dinant al. Dinant krijgt hem op een presenteerblaadje. Maar Kazari is natuurlijk ook in zeer, zeer goede doen. Derde plaats voor Siske de Rat. En daarachter komt nu de aanval. Maar die moet van heel ver komen van Henley en Rob de Vlieger. Vanaf de laatste plaats worden ze naar voren gestuurd. En komen nu in het derde spoor magistraal opzetten. Vooraan een geweldige tweestrijd tussen Kazari aan de binnenzijde en aan de buitenzijde Alkmaars paradepaard Dinant Convital. En enkele lengte daarachter loopt naar dit tweetal toe. Paard nummer 1 Henley en dat is een prestatie op zich. Geweldige tweestrijd. Het zou prachtig zijn als Kazari deze aanvallen van Stal Krebas kan pareren, maar dat het niet lukt is geen schande. En dan ben ik nieuwsgierig wat de mensen voor Dinant Convital gaan krijgen. Het beste paard eigenlijk van Alkmaar. Die wint de 2, de 3 Kazari. Die zat in een lastig pakket tegen de paarden van Krebas. En derde erachter dan paard nummer 1. En dat is Henley. Het is de 2 die het wint voor de 3. En dan de 1. Een en ander is voorlopig.